De huid van het nijlpaard is extreem gevoelig voor de zon. Tot wel 16 uur per dag liggen ze in deze poelen te luieren en af te koelen. Alleen zo kunnen ze overleven. Thuisreis lang moeten ze op hun hoede zijn. Leven in overvloed hier. Maar de dood is er ook. En op zijn eigen manier komt ook de dood de Serengeti ten goede. Hun nesten. Ook zij vormen een essentieel onderdeel van het complexe netwerk van het leven in de Serengeti. Zij zijn de schoonmaakploeg die voedingsstoffen recyclen en terugbrengen in het ecosysteem. Gaan sneller, want ze willen naar huis. Maar er ligt onheilspellend gevaar op de loer. De oevers van de Mara zijn steil en gevaarlijk. De stroming is sterk genoeg om een kalf mee te sleuren. Voor de krokodillen kan het feestmaal beginnen. Aan de Mara kan een slok water dodelijke gevolgen hebben. Het instinct van één enkel dier zet de hele kudde in beweging. De kudde is zo gigantisch groot dat de oversteek weken duurt. Thank you.
levenscyclus van wilde beesten is er één van voortdurende beweging. In elk stadium van hun jaarlijkse migratie hebben ze invloed op elke soort die ze tegenkomen, wat het hele ecosysteem ten goede komt. De onderlinge verbondenheid die de Serengeti vitaal houdt, laat ons zien hoe de natuur werkt. En dat geldt voor de natuur over de hele wereld. Elke soort, ook wij zelf, speelt een rol in het creëren van de grootste symfonie van de natuur. Zo is het al miljoenen.